Elke ochtend om 9 uur. Maandags, woensdags en vrijdags. Het moet direct. Je hebt mijn ontbijtje om en dan ga ik. Ik doe het gewoon omdat ik het lekker vind. Ik vind het heel belangrijk. Je blijft soepel. Dat geeft een, ook voor hier een behoorlijke impuls. Omdat ik het leuk vind om de sporten te bewegen. Vroeger deed ik dat altijd buiten, maar op aanraden van mevrouw ben ik daarmee gestopt. Die vindt het een beetje te griezelig, want ik ben te fanatiek namelijk. En hier kan het een beetje in banen geleid worden. Voor mezelf ook. En dat is belangrijk. Ja, dit is zo'n beetje nou mijn achtertuin geworden. Dat ik op mijn werk al zit, 's ochtends van, hey, wat is het vandaag voor een dag? Nou, en dan zit ik weer, voordat ik er erg in heb, in mijn enthousiasme, zit ik op Facebook al een boodschap te sturen van, hey jongens, it's Friday. Zumba. De ontspanning. En inderdaad, dat ik de conditie hou. En dan kan ik wel merken dat ik, dat je een beetje op peil blijft, ja. Als ik andere mensen van mijn leeftijd soms zie hobbelen, dan denk ik, nou. Hè? Een paar jaar geleden op school hadden ze een glijbaan gemaakt. En ik ben kleuterjuf. Heb ik eerst wel in de buurt overal gekeken of er geen mensen liepen. Ik denk, ik ga meeglijden. En dat lukt dan, hè. Maar dat komt door het gesport. Want ik denk, als ik val, denk ze dat stomme mens. Zit nou nog baantje te glijden met de kind. Een hele meute achter me aan. Alle kleutertjuffrouw, weet je wel. En dat kan door het gesport.